mensen moeten weten wie we zijn, waar we voor staan en waarom we vervolgd worden. En dat het gewoon puur onrecht is. Ik ben Wahab Hasso. Ik ben medeoprichter en directeur van Stichting Nijhaps Yezidis. Ik ben student. Ik ben Yezidis. Yezidis zijn een Koerdisch sprekende religieuze minderheidsgroep waarvan de meerderheid in Irak woonde. Maar heel veel mensen waren ook verspreid over Syrië, Turkije, Irak en Iran. Ons geloof wordt in de geschiedenisboeken geschreven aan een van de oudste religies in de hele wereld. Ik zeg het altijd, het is een avatarreligie. Wij geloven bijvoorbeeld reïncarnatie, karma. Dus gewoon reïncarnatie dat je terugkomt op aarde met een ander lichaam, een ander leven. Kan ook als een dier terugkomen. Deze dingen zorgen ervoor dat wij door radicale islamitische groepen in het Midden-Oosten gezien worden als duivelaanbieders. En vandaar dat we zoveel ellende hebben meegemaakt. In 2014 was IS in de opmars en ze hebben 2/3 van Irak en Syrië in handen kunnen grijpen. En het werd ook voornamelijk gekenmerkt door de val van Mosul. De tweede grote stad in Irak werd gecontroleerd door IS. En daarna trokken ze verder en hebben ze andere gebieden gecontroleerd, waaronder het gebied waar Yezidis woonden, Sinjar. En ze hebben massaal duizenden mensen vermoord. Mensen die bijvoorbeeld oud waren, die konden ze niet meer gebruiken, die hebben ze meteen ter plekke vermoord. Meisjes die 13, 14 waren, nog kinderen, die hebben ze tot slaven gemaakt en verhandeld. Ze hadden gewoon slavenmarkten. En ik praat over 2014, niet over 300, 400 jaar geleden. En tot op dag van vandaag worden duizenden vermist. De genocide die in 2014 door IS is gepleegd tegen de Yezidis was de enige genocide die erkend is. Daarvoor werden 73 genocidale aanvallen op de Yezidis gepleegd, waarvan eentje in 2007. Al-Qaeda heeft het opgeëist. Er zijn gastrucks naar onze dorpen gebracht die zijn ontploft. Meer dan 500 mensen zijn per direct om het leven gebracht. Het werd ook gekenmerkt als de tweede grootste terroristische aanslag in de hele wereld na 9-11. Het is niet de eerste keer dat Yezidis gewoon slachtoffers worden van een gruwelijke genocide. De situatie is echt schrijnend en de overlevenden leven in tenten al meer dan 8 jaar. Zonder enige traumabehandeling of enig perspectief om de toekomst. En als mensen terugkeren naar Sinjar, want dat is nu bevrijd, dan worden ze gebombardeerd door NAVO-bondgenoten Turkije. Omdat ze zeggen dat bijvoorbeeld PKK en andere strijdmachten daar zitten. En mensen kunnen daardoor ook niet echt terug naar hun huizen. Of ze blijven in tenten, of ze maken een zo'n gevaarlijke route naar Europa. Komen ze om, maken ze een kans. Ja, het is gewoon heel gruwelijk. Nu ook in Nederland zijn er ontwikkelingen gaande waardoor ik ook mij ook een beetje zorgen maak. Nederlandse IS-terroristen die naar Syrië en Irak zijn gegaan om deel te nemen aan genocidale activiteiten van IS. Dat ze nu worden teruggehaald en dat ze middelstraffen krijgen en straks ook gewoon op straat gewoon kunnen lopen. Neem verantwoordelijkheid, zou ik zeggen. Want Nederlanders die zich niet goed voelden, zijn vanuit Nederland afgereisd naar Syrië en Irak om onze mensen uit te moorden, onze mensen tot slaaf maken. En deze mensen komen nu terug. Met een middelstraf. Voor mij de erkenning had niet alleen symbolisch moeten zijn. Als je de slachtoffers gewoon achterlaat in de tenten, dat is geen recht. Het minste wat ze kunnen krijgen is gewoon recht op een veilige toekomst, recht op traumabehandeling, recht op een onderdak, recht op asiel als ze naar Nederland komen of naar andere Europese landen. En daar focus ik op, ook vanuit mijn stichting. Wij begonnen met goederen verscheppen. En daarna is onze focus ook gewoon meer gaan liggen op traumabehandeling. Yezidis die in Nederland komen geen asiel krijgen en dreigen te worden uitgezet. Te voorzien van onderdak. Wij doen ook juridische aspect van de genocide, dus echt gerechtigheid. En een van onze projecten focust op de betrokkenheid van big techs. Dus Facebook, Twitter, Telegram. Want deze platformen zijn volop gebruikt door IS'ers om bijvoorbeeld Yezidi vrouwen en kinderen te verhandelen.
mensen te recruiten vanuit het Westen, propaganda, haat. Dus wij eisen gewoon dat deze big techs gewoon hun verantwoordelijkheid nemen. En dat hun bijvoorbeeld algoritmes tekort schieten en dat ze de slachtoffers moeten compenseren. Deze onschuldige groep die niemand kwaad doet. En desondanks worden zoveel gruwelijkheden gepleegd. Mensen moeten weten wie we zijn, waar we voor staan en waarom we vervolgd worden. En dat het gewoon puur onrecht is. En dat niet geaccepteerd mag worden. Niet in Irak, niet in Syrië, maar ook niet in Nederland.